Oké, we zijn net bij de eerste locatie. Hallo. Ongelooflijk. Ik heb gewoon 3 grijze fucking haren hier zitten. En vanavond gaan we dus eigenlijk alles van de afgelopen 3 maanden in de praktijk brengen. Oké, alle fotografen zijn er. Heel cool. Oh my god. Good morning bitches en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en wij zijn net wakker. We gaan even ontbijten. Ik had zo'n rare droom. Oh mijn god, ik droomde dat Lieke werd ontvoerd. Heel lang verhaal, kort, ze was weer teruggekomen. Goed, dit is weer mijn ontbijt van vandaag. Ik ga jullie besparen met de details. Dit is weer mijn man voor vandaag. Dit is mijn man voor vandaag. Met zijn ontbijt. En we gaan even ondertussen Love Island kijken. Heel veel zin in, want het is super spannend. Goedemorgen, goedemorgen. Oké, ik ben eindelijk ready voor de dag. Ik heb een outfit aan van Nikki. Echt helemaal fully Nikki. Laarzen, tas en mijn jurkje ook. En ik ga zo foto's maken met Sophie. Dus dit is het eerste lookje. En dan heb ik nog een outfit mee. Waarbij de top ook van Nikki is. Eigenlijk een beetje dezelfde kleur, maar dan een beetje een strakke kooltrui, zeg maar. Nou, geen kool. Of is het wel een kool? Het is wel een kool. Maar goed. Mattie heeft ondertussen een megapakket binnengekregen. Ja, hoe heet dat? Zo'n basketbalring? Ja, een ring. Oh. Je moet even echt laten zien hoe groot dat dit ding is. Ja, dat zou je niet zeggen, hè, als die hangt, maar zo groot is dat ding. Dat is echt heel groot. Pas mijn schouders ertussen. Hoe lopen? Goed, Sophie is dus onderweg hier naartoe. En ik heb 2 lookjes meegenomen om even te gaan shooten vandaag. Vanavond heb ik trouwens ook iets heel leuks. Ik weet niet of ik dat al verteld heb. Anouk Boonstra geeft vanavond een workshop met, ik denk, portretfotografie. En dan ben ik vanavond een van de modellen waar de fotografen dan op kunnen oefenen, zeg maar. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En dat is in Meppel. En dat is om 7 uur. Dus vandaag met Sophie hebben we even iets eerder afgesproken dan normaal. Zodat ik me nog een beetje op tijd kan klaarmaken en naar Meppel toe kan gaan en nog even van tevoren eten en zo. Het is wel een hele leuke dag vandaag. Ik zal even mijn laatste spulletjes pakken en dan naar beneden gaan. En dan is Sophie er denk ik ook al bijna. Oké, we zijn net bij de eerste locatie. Hallo! En het heet hier het Pillows Hotel. Vlak bij het station, want ze waren namelijk op het station bij de Starbucks waar we eigenlijk wilden shooten. Waren ze aan het verbouwen. Het stond echt even druk in de stijgers daar. Dus we konden daar geen foto's maken. Maar nu hebben we hier hele leuke foto's gemaakt. En we gaan nog even wat close-ups maken van de tas op daar de tafel. Het is een beetje zo'n marmeren tafel, zeg maar. En hier zijn ze een beetje, ja, dood. Dus we gaan even daar nog heen. En ja, heel mooi plekje. Ik zal even laten zien wat we tot nu toe hebben gemaakt. Kijk hoe leuk. Lijkt toch net of je zo in het buitenland bent. I love it. Kijk, deze marmeren tafels hier. Even een live in action behind the scenes shot. En dit is dus het hotel. En dan is dit zo buiten het terras. We zijn hier denk ik al een uur foto's aan het maken. Maar deze meid is nog niet tevreden. En gaat door. Laat eens zien hoe het eruit ziet. Zo. Nou, hoe vond je dat het ging? Ik krijg gewoon een traan oog. Ik loop 1 seconde hier, gelijk nat. Ja, ik vond het wel leuk. Where is pussy? Ja, ik ook. Ik vond het echt een mooie plek. Het is dus daar. Ja. En hier zit het station. Het is dus letterlijk tegenover het station. Ik krijg gewoon een fucking traan oog. Oh, schat toch. Waarom? Maar wel leuke foto's daar, hè? Ja, heel leuk. Mega mooi daar. Oh, mijn goede. Oké, we gaan nu even omkleden in de auto. En dan hebben we nog een half uur voor de volgende. En ik rek er wel een kwartier vast. Oh, volgens mij wordt jouw vriend zo moe van ons. Ja. Nou ja, niet van jou, van mij. Ik ben altijd te laat. Het is echt zo erg. Elke keer. Wacht, wat ga je vandaag ook alweer doen waardoor je iets met de auto terugbrengen, toch? Ja. Ja, mijn vriend heeft de auto nodig. Ja, dan moet hij wel op tijd terug zijn. Ja. En ik heb daarna een event. Ja. Om 7 uur. Ja. Dus, nou ja, maar dat is niet de reden waarom ik zeg maar de auto te vroeg moet terugbrengen. Nee. Maar ja, dan is het ook wel. Ja, wij komen in ieder geval altijd te laat. Ja. Ik ga stuk. Ja, letterlijk. Maar nou ja, jij valt het wel, bij jou valt het wel mee. Maar ik ben letterlijk altijd te laat.
Het is echt niet normaal. Ik was vandaag echt perfect op tijd klaar, hè? Ik kwam gelijk aanlopen toen ik jou zag. Ja, jij was er precies klopt. Toen dacht ik ga wachten totdat ze er is en dan loop ik gewoon gelijk naar beneden. Ja, jij was er echt precies om. Ik loop hier ook met jouw tas hier, jongen, te strijden. Sorry. Ik denk dat voelt mijn arm zwaar. Oh mijn god. Ongelooflijk. Ik heb gewoon 3 grijze fucking haren hier zitten. 3 haren. Zo wit als het maar kan. Hoe kut. Dit is echt kut. Ja, echt. Oh my god. Oké, ik ben net weer thuis. Het is 4:15. Het was echt super gezellig. Sophie en ik zijn zeg maar allebei een beetje zo van la 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 met wat praten. Dus altijd als wij samen zijn, dan is het heel chaotisch. Ik vlog veel te weinig, maar wel super gezellig. Ik ben nu dus weer thuis. We waren iets eerder gestopt dan dat we normaal doen. Het is 4:15, maar ik moet om 7:30, als ik het goed zeg, met de trein. Dus ik wil rond 6:30 ongeveer eten, zodat ik nog rustig aan een beetje kan eten voordat ik daar gehaast naartoe moet gaan en zo. Dus dat betekent dat ik nog even een uur heb om me klaar te maken, mijn spullen in te pakken. En Matt die komt dan denk ik als het goed is ook thuis en dan kunnen we nog even gezellig samen eten. Ik ga even mijn spullen uitpakken en weer opnieuw inpakken om zo weg te gaan. Maar ik ben ook heel excited voor de fotoshoot, want ik heb geen idee eigenlijk wat ik kan verwachten. Want ik maak natuurlijk wel vaak foto's met Anouk of andere mensen, maar niet met fotografen en dat ik dan iets moet doen of zo. Het zijn er ook 5, dus ik ga proberen wat behind the scenes shots te maken daarvan. Maar ik ben heel benieuwd. Dus ja, ik zal even wat dingetjes inpakken. Ze had gezegd dat ik even wat zwarte tops mee moest nemen en beige topjes. Het gaat dus voornamelijk om de bovenkant, omdat we portretten gaan maken vandaag. Dus ik denk dat ik gewoon een comfortabele broek aandoe. En dan wat verschillende topjes meeneem, zodat we kunnen kiezen. Dus ja, let's go. Guess who's back? Vlog. Back again. Pasta is back. Pasta. We hebben even lekker pasta gemaakt met tomatensaus en basilicumkruiden en heel veel olijven en groenten. En dat gaan we lekker opeten terwijl we naar Love Island gaan kijken. Ik wil me voorstellen. Wat zou ze eten? Kaas met pasta of pasta met kaas? Spannend. Lekker. Oké, ik heb even al mijn spullen, Ik heb even wat spullen in de tas gedaan. Dus ik ga nu naar Meppel en dan gaan we shooten. Ah, excited. Oh, nee, ik vind het geweldig. Oh jongens, ik ben met Anouk. Ik zit me hier in gewoon een achtbaan. Het is echt geweldig. Maar we gaan dus zo meteen foto's maken. Ja. En Anouk gaat even vertellen wat we precies gaan doen, want dat kan zij beter uitleggen dan ik. Ja, ik heb dus ik kijk ondertussen voor me, dus ik op de weg moet leggen. Maar ik heb dus een 3 maanden traject met allemaal fotografen. Die leer ik van alles over portretfotografie. Ja. En vanavond gaan we dus eigenlijk alles van de afgelopen 3 maanden in de praktijk brengen. Ja. En jij met ons model. Ja, heel leuk. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Want het zijn er 5, toch? 5 fotografen, zag ik op je story. Ja, klopt. 5. En volgende week heb ik er nog een keer 5. En gaan we naar diezelfde plek als waar we toen vorig jaar ook zijn geweest? Ja. Oké, dat is dus wel echt ziek, want daar heb je zeg maar een bos, je hebt daar een soort van zandstrandachtig, maar ook water. Nou is het niet heel mooi weer vandaag, nee, maar droog. Ik ben altijd bereid om veel te doen voor foto's en vlogs en zo. Nou, dus, daar heb je jouw foto's gemaakt waarmee je in de FHM zit. Ja, dat is echt ziek. Ja, die foto's heeft Anouk dus ook gemaakt, die foto's van de FHM. Jullie moeten echt even haar Insta kijken. Ik zal het even hieronder zetten, want het is echt ziek. En ik weet nog wel dat ongeveer 4 jaar geleden of zo, 5 jaar geleden, ik weet niet meer hoe lang, maar een aantal jaar geleden, toen hadden wij dus een keer foto's gemaakt in het weiland, echt in Bontebrok, waar mijn ouders wonen. En eigenlijk maken wij bijna elk jaar wel even een serie. Ja, en dat worden dan echt zulke fucking mooie foto's. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Mee, inderdaad. Ja, ja, echt leuk. Ja. Oh, kijk er even op trekken. Ja, dan gaan we hoor. Dit valt echt nog heel erg. Ja? We gaan straks 5 stukken lezen. Ja, oh leuk. Ik ben benieuwd. Ik moet nog even de buitenkant van de auto filmen. Wat een pareltje. Dit is toch niet normaal. Oh my god. Ja, obsessed. Oké, alle fotografen zijn er. En we lopen nu naar de eerste locatie toe. We gaan zo meteen op 3 verschillende locaties doen. Ja. Wat was het nou? Heide, bos. Ja. En zand met water. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Ik ben echt benieuwd. Ik ook. Okay, locatie 1. Dit is een mountainbike pad. Dus... Oh. We gaan nu even behind the scenes maken van de shoot. Ja.
Hier. Ja. Oké, ik kan nog lopen. Ik heb net heel lang op mijn knieën hier in het zand gezeten. En verklaar me voor gek, maar we gaan nu in het water. Even wat beelden die we nu aan het maken zijn. Heel cool. Oh my god. Ja, zo tof. Ja, ik ben 28. Hey. Het is gewoon warm, ik had het niet verwacht. Ik heb voor jullie weggehaald. Hier of is het al te diep? Hebben jullie nu niet 1000 keer dezelfde foto? Ja. Jawel. Hoeken. Hoe vonden jullie dat het ging? Superleuk. Goed. Dat was fantastisch. Heel leuk. Dankzij het model. Lief. Zo leuk. It's a wrap. Hoe vond je het gaan? Heel goed. Geslaagd? Ja, heel erg geslaagd. Ja, hè? Iedereen was enthousiast. Ja. Wij ook. Ja, heel leuk. Dus ik zeg perfect. Volgens mij ook echt zieke foto's gemaakt. Ja, echt zo. En je kon ze ook nog goed begeleiden als ze vragen hadden. Zeg maar, dat is fijn dat je ze ook echt even ziet tijdens het shooten. Ja, klopt. Dan kan je echt even gewoon ja, helpen eigenlijk. Ja. Ja. Heel chill. Ja. Vond jij het ook leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ik zei ook zo, al die camera's waren zeg maar tegelijk bezig. Ik weet niet of het wel precies allemaal gefilmd is, maar op een gegeven moment was iedereen zo in een rondje eromheen. Ik zo, dit is mijn droom. Oh mijn god. Ja, nee, ik vind het heel leuk. Ja, het ging echt top. Ik ben deze vlog aan het editen en ik zie ineens dat ik helemaal geen einde meer heb gefilmd. Dus ik wil je nog even heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan je duimpje omhoog en laat ook even een leuke comment achter. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik je heel erg graag bij de volgende. Bye!